Dit is dus de eerste opening van een drietal vandaag. Wat wij nu eigenlijk doen als museum is de buurt intrekken. Als je dus iets wil vertellen, dan moet je eerst verhalen ophalen. Nou, dat is al vorig jaar gebeurd. Inmiddels zijn er 300 verhalen op die website opgehaald. Het is echt een uniek project omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Dat kan ik jullie allemaal bedanken. Misschien is het wel aardig om aan te geven waarom wij als IJmeren dit nou een aardig initiatief vinden. Ik bedoel, mensen die IJmeren kennen, die weten denk ik al wat langer dat we lang niet alleen voor de woningen zijn, maar dat we heel veel investeren in wijken op verschillende plekken. We kiezen daarbij wel steeds meer onze momenten en steeds meer de initiatieven die ook echt aansluiten bij datgene wat voor ons echt helpt in de wijk. En dit is nou typisch een initiatief waarvan wij zeggen van ja, dit is echt iets wat de wijk zeg maar een duidelijke meerwaarde geeft, wat echt kan helpen in het zeg maar weer toekomstwaarde geven van deze buurt. Paul, heel veel succes. Dankjewel. Voor jou niet alleen, maar ook voor de mensen die erbij betrokken zijn. Mijn opvoeding is in Amsterdam-Noord begonnen in Tuin de Orsaan. Ik woon op de Kermetensingel, schuin tegenover de speelgoedwinkel. Die had een telefoon als er rampen waren en ik was op mijn knie gevallen en ik lag open. En werd via de speelgoedwinkel schrijvers werd de dokter gebeld en werd nietjes in mijn knie gezet. En er was een melkboer daarnaast, Konijn. Mensen hadden leuke namen. De melkboer heette Konijn, de kruidenier heette De Haas, de fietsenwinkel heette Prent. Mijn buurman heette Jonge Ruiter, mijn vriend heette Roodliep. Toen ik iets groter was, toen kwam ik in de stad te wonen en toen zwierf ik over rond. Maar ik had mijn wortels hier op het Mosplein. Ik kwam te werken in de Matto Schoenenwinkel. En de Matto Schoenenwinkel was echt een volkszaak. Op zaterdag, als je daar hielp, dan moest je 5 klanten tegelijk tijd helpen. En je moet al zeggen, goedemiddag, goedemiddag. Omdat plakte je lip aan je tanden vast. En als je laarzen moest hebben op een toffeltje, moest je helemaal de bovenste verdieping. En dan kon je uitkijken op het Volenwijkersterrein. En er was voor een markt, het Mosplein. En dus als het druk was, was die schoenenwinkel erg leuk. Maar als het stil was, dan was het een beetje saai. Het was net zoals nu in januari, februari, waren die winkel stil. Dus dan moest je schoenen afstoffen en de doos weer in de papieren doen. Dus wat deden we dan? Om toch dat niet te hoeven doen, hielpen we klanten zo lang mogelijk aan het woord. En dus hadden we de verkopers onder elkaar wedstrijden wie een klant zo lang mogelijk aan het woord halen. Zo'n mevrouw heeft wel veel meegemaakt die voeten te zien. Een beetje uit doorgezakte voorvoet, hè? Ja, jongen, ik heb mij op een operatie met mijn moeder en mijn vader. En dit en dat. Oh, en met je kinderen. Ja, die zijn ook aan het ja, goed terechtgekomen. Al in een paar die ene die wil niet deugen. En ik viel jou houden. En vader, doet die meneer? Wat roept die man? En we hadden wedstrijden. We hadden wedstrijden wie de meeste fourituren kon verkopen. Dat betekent dus voorvoetkussens, schoenspannetje, anti-slippy enzovoort. En zo is mijn topprestatie geweest. Een man, een paar schoenen. Die wilde een paar makkelijke schoenen, 6T schoenen. Ik zei, nou, een heel goed schoentje voor u. En we hadden wedstrijden, want overjarige modellen, dit is vroeger een openjarig model. Alleen had ik alleen maar in 2 maten groter en hij besteld dat. Maar ik zei, dan komt u een anti-slippy achterin en nog een zweetzooltje erin, een voorvoetkussentje. Misschien ook thuis een spannetje bij een spuitdusje, dat je weer en wind bestendig. En die man die schoof op die schoenen zo de deur uit. En ja, die zat daar heel lekker. Ik wil u ook wel iets vertellen hoe ik mijn eerste buurtwinkel hier in Nederland heb ervaren. Als hier om de hoek, ik ben in de Indische buurt opgegroeid. Hier verderop in de hoek zat Albert Heijn. En als kinderen, als wij dan naar de tv kijken, nou, dan word je heel erg beïnvloed door allerlei commercials. Er kwam vaak de reclame voorbij van hazelslag. Dus u kunt allemaal het liedje, denk ik, het regent, hagelslag van fans. Maar als wij in die schappen van Albert Heijn aan het zoeken waren naar dat product, en aan de kassa vroegen van chocola, dan kregen we reepjes mee. Dan hadden we nog steeds niet het product wat we wilden hebben. Tot we in het eind van onze straat, Atjeestraat, een buurtwinkel zijn tegengekomen, waarvan we ook de bestaan niet wisten. Dat was klein, er stond een hele aardige meneer achter de kassa. Een ondernemer, echt heel erg klein en altijd geïnteresseerd ook in de kinderen. Als we langs liepen, kregen we altijd snoep van hem. Nou, dat gaf ons weer de moed om daar toch naar binnen te gaan en te vragen naar en binnen te kijken naar hagelslag. Maar we wisten nog niet, ons Nederlands was nog niet zo goed om te zeggen hagelslag. We zochten chocola, dus we kregen opnieuw weer een chocoladereep in onze handen. Op een bepaald moment dachten we met mijn zusjes, ja, dit gaat niet. We moeten gewoon die commercial gaan nadoen.
waar kan het? In dat buurtwinkel. Dus ik ben met mijn twee zusjes naar het winkel gegaan. Met een paraplu in de hand. Dus we stonden voor de kassa en we zongen het hagelt, het hagelt. Nou, die meneer die ging naar buiten kijken en dacht van ja, hij begreep niet wat wij bedoelden. En het hagelt en het chocolaat, toen heeft hij de combinatie gemaakt. En we kregen een pak hagelslag gratis van hem mee. Ik ben ook blij met deze buurtwinkel, want uiteindelijk komt historie en de toekomst weer bij elkaar nu. Want het ging over buurtwinkels vanaf 1920 en hoe ze zich ontwikkelen. En ik geloof dat de buurtwinkel ongelooflijk belangrijk is en blijft voor de ontwikkeling van die wijken en buurten. En vandaar dat ik het heel prachtig vind dat de historie en toekomst op deze manier weer bij elkaar komen. En dat we met elkaar erover kunnen praten en weer stappen kunnen zetten naar de toekomst toe. Dames en heren, hartelijk welkom in het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling Buurtwinkels. Buurtwinkels gaan we even speciaal kleden voor de gelegenheid als u het niet erg vindt. Ondanks hun gewerk en getal, toen aten ze maar van de honger, hun uien en bloemkolen op. En toen ze geen groente meer hadden, geen wieten, geen kool en geen veen. En toen ze elkaar niet meer zoenden, zoals ze dat deden voorheen. Toen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van 10 in haar hand. Die vroeg of de baas dat kon wisselen, en dat was hun enige klant. Die er zijn en de verhalen die je kunt horen, krijg je gewoon echt een sfeertje. En door de hokjes die hier gemaakt zijn, is elk hokje ook echt krijgt een winkelsfeertje. Het is ook heel goed dat het museum zo'n aandacht heeft voor buurtwinkels. En daar ben ik blij voor.